pizza. Bakker Gerry. Hoor maar. Elke woensdagavond, als de nacht valt, gaat in een kleine gezellige bakkerij in Exaarde het licht aan. Normaal gezien toch? Gisteravond was het omgekeerd en ging het licht uit, want bakker Gerry moest naar de luchthaven om naar Manchester te vertrekken. Een land waar ze zijn gezoors dialect misschien iets of wat moeilijker begrijpen. Gezoors. Gezoors, het is toch gezoors, hè, Gerry? Gezoors. Good morning, Belgium. Hey, hello everybody. Ja, dat was gezoors, inderdaad, dat was gezoors. Gerry, je staat in het land waar een doodgewone Vlaamse jongen een heldenstatus geniet. Zijn naam? Kevin De Bruyne. Je staat aan zijn deur. Met een taart voor zijn zoontje, Mason Million, die vandaag exact 1 week oud is. Mm-hmm. Ik stel voor, Gerry, dat je eens aanbelt. Ik ga dat doen, hoor. Ja. Gerry, heb je juist gebeld? Ja. Press 1 to open the gate. Press 2 if you bring a cake. Great music. Listen to the official top 40 on your phone, on the go. Oh, jongens, toch zeg. Ja. Kom, bakker, kom maar naar huis, Gerry. Dat duurt daar veel te lang. Gerry, je hebt net de helpdesk gebeld. Wat gebeurt er? Zo? Ja, niks. Ja, het is gewoon een soort intercom die antwoordt. Ja, een antwoordapparaat op de intercom. Het juiste knopje, Gerry. Ja, toch wel. Ik wil het nog eens. Ik kan nog eens doen, ja. Oké. Ja. Check eens alle voordeuren in de straat en laat ons weten als je die van Kevin De Bruyne hebt gevonden. Ja, dat is ook niks. De volgende voordeur, Gerry. Ik ben op. Ik dacht dat hij krijgt die taart op de wanen. Hij pakt dat vliegtuig en hij gaat met de taxi naar daar. Dat tot alles is in orde. Dat kan toch, dat moet toch nog iets misgaan? Ik kan moeilijk. Ik kan niet over de poort krijgen, maar ook niet. Goed. We zullen eens kijken wat we gaan doen, Gerry. We gaan eens even met de redactie overleggen en hoe we dat gaan oplossen. Goed, oké, tot straks. Blijf maar proberen. Ja, wat is er, Gerry? Maarten, de poort gaat open. Ah, oké. Ik moet nu een oprijlaan aan te voet gaan, dus ik ben er nog niet. Ik kan het zo zijn, ik ben er nog niet. Nog een klein straatje door, oké, doe maar. Ja, oké. Daarna ga de snelweg op. Lichtjes waar op. Afslag. Links buigen. Daarna de weg verder volgen. Ik ben er dus nog niet. Over 73 kilometer neem de afrit. Het is helemaal een doortocht. Ik zie daar al een auto staan. Ja. En ik zie daar dan nog een voordeur. Ja. Ik zal tot daar gaan. Ja. Ja, ik zie daar Kevin De Bruyne al door het glas. Oh, meet? Okay. Ja. Dus mijn maat gaat er zijn, hè. Hij heeft al lopen gedaan. Nu even strapjes af. Hé, man, doe dat goed, hè. Dat is Kevin De Bruyne, hè. Dat is niet zo... Ja. Gerry, adem nog eens samen met ons even diep in. Goedemorgen. Oh, goedemorgen, Kevin. Goedemorgen. Moet ik me nog eens voorstellen? Goedemorgen. Nee. We hebben elkaar al ontmoet. Ja, dat klopt. En ik ben blij dat ik dit nog eens mag doen. Maar dan nu met de reden om je te proficiat te komen laten. Samen vanuit met Q en al. Voor uw zoontje. Dank u wel. Mason Million. En daarom deze taart. Dank u wel. Ik ga u even, kunt u even de hoek ervoor opstaan? Ja. Ik heb u al ingeklikt. Kijk, nu gaan Dorothee en Maarten u ook horen. Dag Kevin. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. Hallo. Kevin, we zijn er ons van bewust dat het een uur vroeger is in Manchester. Dus bij deze onze excuses om je zo vroeg te storen. Maar de reden is toch wel heel erg speciaal natuurlijk. Want je zoontje wordt 1 week oud vandaag. Proficiat.
Dat klopt. Ik heb een goede nacht gehad, dus het maakt niet uit. Ja, dat vragen we ons dan wel meteen af. Moet je dan ook zelf opstaan en zo 's nachts om de paar uur om een Mason Millian even eten te geven? Natuurlijk geef Mich borstvoeding, dus dat is een beetje moeilijk. Ja. Maar we kijken een beetje met mijn trainingsprogramma. Maar de laatste twee nachten heeft hem eigenlijk bijna helemaal doorgeslapen al. Dus we hebben een beetje geluk gehad. Ja, je vraagt je dat af inderdaad. Dat ze misschien bij Manchester dan tegen je zeggen. Kev, slaap toch maar apart. Want met die blessures en al. Het is belangrijk dat je rust neemt. Allee, ik probeer me dat voor te stellen. Nee, Kevin, dat moet toch wel heftig zijn. Want je bent nu aan het recupereren van de blessure. Dat is toch, dat het privé er zoveel werk bij komt opeens. Ja, maar oké, dat was een beetje op voorhand, ja. Dus op zich valt dat heel goed mee. Sommige nachten zijn natuurlijk zwaarder, maar dat is voor iedereen, maar dat neem je erbij en tot nu toe gaat dat goed, maar het is dan natuurlijk maar een week. Zeg, en die pampersman, gaat dat een beetje? Geen probleem. Nee? Nee, geen probleem. Dat is iets dat ik mooi vind. U kent... Ja, hangt helemaal af van de ouders en wij moeten alles doen dat hij content is. Ja. En op wie lijkt hij het meest? Ik denk het meest op mij. Ja, toch? Denk het wel. Oké, wat is een kleur van haar dan? Blond. Ah ja, ja, maar blonde was haar. Bij jouzelf toen je klein was, Kevin, misschien had je ook eerst blond haar en is het dan wat rosser geworden. Wel, niet? Denk het wel. Ik denk dat ik nog iets donkerder was in het begin, maar dat ik daarna lichter ben geworden. En bij mijn vriendin was het hetzelfde. Oké. Okay. Ah, zo goed. Ah, zo tof. Vind je de mooie taart trouwens die Gerry heeft gegeven? Ja, super. Daar gaan we van genieten. Als de familie komt in het weekend, kunnen we er nog allemaal een stuk van eten. Ja, hij heeft er speciaal de bruine bonen op gezet. Je ziet het misschien. En dan nog mooi afgewerkt, inderdaad. Enfin, maar voorlopig concentreer jij je nu maar gewoon op dat kleine wondertje dat je daar hebt gecreëerd samen met Michel. Doe haar veel groeten van ons. En geniet samen van de taart. En succes, man, met dat opstaan en dat pampers verversen en zo. Het gevoel dat je het helemaal onder controle hebt. Ja, alles gaat goed. Tot de volgende keer, Kevin. Dag. Tot de volgende. Make us cute.